Belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. RTS Journaal, vers van de pers. De politie heeft zaterdagavond een inval gedaan bij een huis op Sunset Heights. Volgens de Extra is de inval gedaan op verdenking van witwassen. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat het gaat om een lopend onderzoek in een strafzaak. Verder wordt er weinig informatie gegeven door de autoriteiten. Er zijn ook aanwijzingen dat het zou gaan om een vermeende kidnapping. Bij de inval zijn grote cash-geldbedragen, luxe artikelen en dure auto's in beslag genomen. Er werden zeker 5 luxe auto's geteld die door een kraan van de politie zijn opgetakeld en meegenomen. Hoeveel geld in beslag is genomen, is niet bekendgemaakt. In oktober 2015 werd bij hetzelfde huis aan de Calle Cerro Tinta een inval gedaan, waarbij eveneens meerdere luxe auto's in beslag werden genomen. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten meldt middels een persbericht dat ze het slachtoffer is geweest van een cyberattack. Afgelopen donderdag, 2 september, ontving CBCS een notificatie dat het operationele netwerk mogelijk onderworpen was aan een intelligence breach. In samenwerking met verschillende internationale en lokale forensische en cyberexperts werd meteen een onderzoek ingesteld. Sinds afgelopen donderdag heeft CBCS haar operationele netwerk offline gehaald om een betere beveiliging op te zetten en de integriteit van het systeem te herstellen. Op dit moment wordt onderzocht welke gegevens mogelijk bekeken en gelekt zijn. Na Qualectra, nosso tuma tempo para ser vivo, ora com mais te comunico. Llama no centro de cliente, na telefone 0800-0135, de dia luna para dia viernes, fora de setor de mente até com o setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para dia sabra, também por hora. Para escolher para trabo cita, riba aqualectra.com e aproveite a mensura, põe o documento na cerca, para o bichita cerca nos vai mais fácil. Sim, sí, a Qualectra, seu centro de cliente, está claro para ser vivo na e momento que está comendo a bo. Ondanks dat de regering van Curaçao akkoord is gegaan met de aangepaste versie van Coho, is het op dit moment nog niet mogelijk om te zeggen dat alles al officieel is. De Raad van State heeft haar advies namelijk nog niet uitgesproken. Dit heeft extra afgeleid uit de besluitenlijst van de ministerraad die afgelopen vrijdag vergaderde. Zoals bekend heeft de regering van Curaçao aangekondigd, via minister-president Gilmar Pisas, dat zij akkoord gaan met het nieuwe voorstel van de wet met de daarin voorgestelde wijzigingen, nadat de Raad van State als Raad van Advies van Curaçao haar punten benoemd heeft die niet in het voordeel van Nederland waren. De illegale barakken van de Centro de Detención y Corrección Corsao blijken nog steeds niet bestand tegen uitbraken. 7 ongedocumenteerden zijn zaterdag gevlucht uit de gevangenis. Ze zijn nog steeds voortvluchtig. Het 7-tal zat opgesloten in de barakken van de SDKK-gevangenis in afwachting van hun uitzetting. De Venezolanen wisten te ontsnappen door een gat te maken in een muur. Na de ontsnapping werd een grote zoektocht op touw gezet met meerdere politieeenheden en een helikopter. Maar volgens laatste informatie is er nog niemand aangehouden.
De naam van een jonge advocaat is gevallen bij de eventuele kandidaten voor minister van Justitie. Het gaat in dit geval om een vrouwelijke advocaat, waarvan de naam bij Extra bekend is. Zoals bekend valt het ambt van minister van Justitie onder MFK en tot op heden heeft politiek leider Gilmar Pikpisas zelf dit ambt bekleed. Eduard Braam was eerder voorgedragen als minister van Justitie, maar hij kwam niet door de screening, waardoor het traject stopgezet werd en het ambt weer openkwam. Al enkele weken worden de cellen op politiebureau Barber niet meer gebruikt. De reden hiervan is de aankomende renovatie van de cellen. Rekening houdend met het constructiewerk dat binnenkort van start zal gaan, zijn de cellen van het politiebureau inmiddels al enkele weken leeg. Alle personen die eerst in een cel in Barber zaten, zijn overgebracht naar andere complexen, waarbij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen zijn. Ruim 8000 personen op Curaçao ontvangen een onderstandsuitkering. Premier Gilmar Pikpisas sprak eerder tijdens een persconferentie over 15.000 personen. De hoeveelheid mensen die een uitkering ontvangen is wel gestegen ten opzichte van het begin van de coronacrisis in 2020. In werkelijkheid gaat het om 8.041 personen. Hiervan krijgen ruim 7.000 ook nog een weerbaarheidsuitkering. Die cijfers werden donderdag bekendgemaakt door minister Rutmilde Larmoni-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Het betreft dus ongeveer de helft van het aantal personen dat Pisas vrijdag tijdens een ingelaste persconferentie noemde. Mogelijk speelden de spanningen en de tijdsdruk waaronder gereageerd moest worden op de beslissingen rondom de Rijkswet Kogel in een Rijksministerraad een rol. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.